zijn het veld aan het schoonmaken zoals je ziet. Vanavond willen het eerste graag tegen Flevo Boys voetballen. De vereniging wil graag blijven trainen. En trainen met sneeuw op kunstgrasveld, dat vinden ze, dat adviseren ze niet. Dus het sneeuw moet eraf. Ik zal zo even een bakje koffie ophalen. Helemaal goed. Gaan we wat hebben jullie erin? Melk en zuiver? Helemaal niks. Eén melk en zuiver. Maar één suiker. Eén zuiver, eentje melk en zuiver. Nou, dat komt vast goed. CSO, dat is Celensport Onderhoud. Wij zijn een bedrijf wat kunstgrasvelden onderhoudt. En dan moet je denken voetbalvelden, tennis, korfbal, hockey, dat soort dingen. Slecht voor het gras, voor het kunstgras, voor de structuur van het kunstgras? Nou, in dit geval schuiven we dus, zoals ik al zei, naar de uitloop. Dus het rubber invulmateriaal blijft op het veld. Dan kun je naderhand kun je dat weer mooi terugbrengen op het veld met je wekelijks onderhoud. Ga je het nou afschuiven, ja, dan verdwijnt er natuurlijk wel heel veel rubber in een berm of ergens anders. Ik heb vanmorgen de directeur van Zeelen gebeld en zei: wat moeten we doen? Hij zegt: dit veld ligt ook in Alaska, dus je kunt er gewoon op voetballen. Dus je moet alleen de sneeuw eraf halen.